We varen hier op de Kagerplassen. En net als de Loosdrechtse plassen, de Vinkerveense plassen en de Westeinde, is dit een zogenaamde veenplas. Of eigenlijk een aaneenschakeling van een aantal veenplassen. Dit is ook een van de eerste gebieden waar gewatersport werd. Vroeger werd er alleen gevaren voor het beroep. Hier hebben ze ontdekt dat varen ook gewoon leuk kan zijn. Dus hier is ook een van de oudste watersportverenigingen van Nederland. De Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. Tegen Leiden aan heb je het Joppe. De sloot vanaf Katwijk heet Spriet. Dan heb je het Norremeer en het Zwijland. En bij Kaageiland de Diepe Poel. Ten slotte aan de andere kant van het Kaageiland de Kever. Dit is de Hollandse plas met de meeste molens, want elk eilandje werd met een eigen molen droog gehouden. Het was Rembrandt van Rijn die in de 16e eeuw hier werd geboren en zijn schilderkunst tot ongeëvenaarde hoogte ontwikkelde. Je snapt wel waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. We varen nu over het Spriet en het Norremeer naar het Diepe Poel in het noordoosten. En dan komen we bij Kaageiland. Dat is een uniek dorp in Nederland. Het is alleen met de boot of met een veerpont te bereiken. Vetship is een superjachtbouwer die een samenvoeging is van onder andere de Vries en Aalsmeer en Van Lent hier op de Kaag. Hier worden de allermooiste superjachten voor de gefortuneerden der aarde gebouwd. En regelmatig komt er zo'n enorm megajacht hier voorbij. Kaageiland is een dorp met veel monumentale huizen en een kerk, veel restaurants en bootverhuur. En dit is ook de plek waar de mooiste oude Riva's en bushboten worden gerestaureerd. Dit is vooral een paradijs voor zeilers en dat is het al heel lang. De Koninklijke Watersportvereniging werd al meer dan 100 jaar geleden opgericht en begon in 1917 om een mooi clubgebouw neer te zetten. De starttoren is uit 1921 en is dus 101 jaar oud. Nu is hier een fijn restaurant en is de plek in trek voor bruiloften en partijen. Er vinden nog verder heel veel andere evenementen plaats, zoals de Kaagweek, de Turf en de Strontrace en de Schippertjesdagen. Je kunt hier kanoën, met een sloep varen, roeien en natuurlijk zeilen. Ook werden en worden hier de legendarische motorjachten gebouwd, zoals de Super Kaagkruiser, de Super Favoriet en de Super Fancraft. Wat is het toch mooi dat deze plassen al meer dan 100 jaar watersporters plezier bieden. En dat vlak bij Den Haag en Rotterdam. En letterlijk pal naast Leiden. Dit is echt een plaats waar zeilers, maar ook motorbootvaarders zich uitstekend thuis zullen voelen. Het is een plek om te ontdekken.